Leer mij uw weg. Nummer 8. Schenk van uw kracht mij meer. Enzovoorts. Inke, als je het even voorleest en aan hebt, dan kunnen we dit niet zingen. Leer mij uw weg, o Heer, leer mij uw weg. Leer mij uw weg.
Ja. Rechts. Okay.
Thank you.
dwaas geweten. Hij voert mij aan rustige waden en verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs, al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zit bij mij. Uw stok en staf die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwt. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heeren verblijven, tot in lengte van dagen. Als antwoord hierop, hetzelfde in lied 40, twee versen, lied 40 op bladje 21. U gaat zingen met ons, de Heer is mijn herder, ik heb al wat mee, dus twee versen. Geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren
en gij aarde en wereld had voortgebracht. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid, zegt God. Gij doet de sterveling wederkeren tot stof en zegt, keert weder gij mensenkinderen. Mensen daar, want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbij gegaan is, en als een nachtwacht. Gij spoelt hen weg. Ze zijn als een slaap in de morgen, als het gras dat opschiet. In de morgen stond bloeit het en het schiet op. Des avonds verwerkt het en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn. Door uw grimmigheid worden wij verdelgd. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn. Want al onze dagen gaan voorbij door uw vervolgdheid. Wij voleindigen onze jaren als een gedachte. De dagen onze jaren daarin zijn 70 jaar. En indien wij sterk zijn, 80 jaar. Wat daarin onze trots was, is moeite en leed. Want het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. Wie kent de sterkte van uw toren en uw verborgenheid, nadat gij te vriezen zijt? Leer ons zo onze dag vertellen, dat wij een wijs hart verkopen. Keer weder, o Heer, hoe lang nog, en ontferm u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid, opdat we jubelen en ons verheugen al onze dagen. Verheug ons naar de dagen waarin gij ons hebt verheugd, naar de jaren waarin wij onheil hebben gezien. Laat uw werk aan uw knechten openbaar worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. De lieflijkheid van de Heer onze God zij over ons. En bevestig gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen. Bevestig dat. Amen. Ik ruik in het huwelijk met mijn zuster Emma Francis Simonson. We kregen van de familie de nodige inlichtingen nog verder over hem. Lees ik voor mijn lobbyon in een fles op Rania. Hij is op 5 februari geboren, zei we, aan het district beneden komen bijen. Na de lagere school te hebben afgemaakt, vestigde hij zich als landbouwer in het district Salamanca, Criolla. En op 12 oktober 1939 huwde hij met zuster Emma Francis Simonson. En uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren, namelijk 3 jongens en 7 meisjes, die op 2 na allen in Nederland woonachtig zijn. In de jaren van de Tweede Wereldoorlog trad hij bijna onze broeder dus in dienst bij de toenmalige schutterij van 1940. Tot 1945. Na de beëindiging van de oorlog in het jaar 1945 ging hij over in de dienst van de korps gewapende politie. U begreep waarvan de blazers van de politie hier waren. Hij bleef, daar bleef hij tot zijn pensionering. Op 1 januari 1972, in welke dienst hij de rang van hoofdagent van de politie-majoor kreeg. Tot daar heeft hij gebracht. In het jaar 1974 vertrok hij naar Nederland en werd daar vrij ernstig ziek. En op 22 mei van het jaar 1985 moest hij operatief worden in Moeshergen. Moest hij zich ingrijpen. En na deze ingreep voelde hij zich niet meer op zijn gemak in Nederland. En zo aanvaarde hij zijn terugreis. Op 10 augustus 1990. Zijn wens is altijd geweest in zijn geboorteland begraven te worden. En op zaterdagmiddag jongstleden klaagde hij overhevige pijn in de buikspreek. Naar het academisch kruis gevoerd bleek zijn opname noodzakelijk geacht. Zondag heeft hij nog vrij met zijn zoon Ernest gesproken. En zeiden dat de pijn weer terug was gegaan. En de dag daarop, maandag 20 juli, is hij in alle rust vrede naar huis
teruggekeerd. Weet wanneer wij als EDG praten naar het huis van Kleuren, dat hemelhuis de plaats van God heeft. Hier ligt hij. U bent hier gekomen om de laatste groep aan u te brengen. Wat in gemeente, welke boodschap in gemeente? Met hem kunnen we niet meer praten. Met hem is het afgelopen. Hij behoort niet meer tot ons, tot de liefde. Hij gaat terug naar zijn roots. Hij is terug naar zijn roots gekomen, maar hij gaat niet naar zijn voorkomen. U daar niet. Eeuwig rust bij de Heer. Het meest belangrijke staat tegen u die. Hij komt van een echte Anitrios. Dat zegt ons alles. Hij weet zijn vader. Ik weet niet of hij de afstand weet waar hij woont, waar hij komt inderdaad. Daar in de buurt wonen ze en dat oude mensen. Die afstand te voet leggen van daar naar de water. Te voet. Vandaar is het bus naar de grond waar hij op moet gaan. En dat hadden ze voor ogen om zo hun kerk te winnen. Zo een familie kwam deze lieve moeder die wij vandaag ter rust brengen. Ik heb het genoeg gehad een persoonlijk te ontmoeten, dankzij de vrouw. Die heb direct na aankomst bij mij van wist niet dat ik de laatste keer was wat ik had gehoord, dat ik 85 jaar zou meemaken. Maar ja, de mens lukt, maar God beschikt. En er kwam dit bericht naar ons toe dat hij ter ziele is. Hij is opgeroepen uit de wereld. Hij is niet meer bij ons. Als ik zo die psalm heb gelezen, Lokjon, dan zegt die psalm aan mij dat het dit de weg is van ieder van ons. Een weg die wij allemaal zullen moeten opgaan, u wil of u wil niet. De weg van de dood. God is alleen de eeuwige, de oneindige, de God die niet sterft. Die God, de eeuwige God, met de vergankelijke mens. En met de mens bedoelen we alles wat leeft op aarde, met welke naam we ook en welke titel we ook mogen hebben. Hier ons is onze einde. Hier en hij is ons voorgegaan. Ons broer Sjaak is ons voorgegaan. Maar we kunnen alleen maar trots en dankbaar zijn dat hij een burger iets voor ons heeft achtergelaten. Een voorbeeld. U weet toch de dood van vandaag, wij weten allemaal wat de dood vandaag betekent. Persoonlijk hou ik niet van de dood, ik weet van niet. Ja. Want de dood mag geen onderscheid. Heeft geen respect voor niemand. Niet voor groot, niet voor klein, niet voor dames, niet voor heren, niet voor jongens, niet voor mij. De dood is vreemd, de dood is onze vijand van God. Hij is niet onze vriend. Hij is vijand van God. Kijk maar wat de dood moet in mijn gezin. Kijk maar. Om de dood gaan wij in het zwart, wij gaan in het wit, wij gaan in de rouw. We zijn verdrietig om de dood, omdat er een geliefde van ons, naast ons, van ons is weggerukt. Wij gaan hem niet meer zien. We gaan hem niet meer horen. We gaan geen contact meer met hem hebben. Want hij wordt niet meer tot de liefde doen. Hij is van ons. Dit staat ons te wachten, u en ik. Maar weet u, wat voor troost krijgt u? Wat zegt dit mij? Want als ik het zo hoor, dat doortje eens gebankt op. Dus ik moet op de dood wachten. Dus elk moment kan het komen. En wat voordeel heb ik eraan? Ik heb een voorbeeld. Voordeel om u, als christenen hebben wij. Wij christenen zijn niet bang voor de dood aangekomen. Omdat hij al overwonnen is door Jezus. Die Heer die wij verkondigen, hij heeft voor ons de dood overwonnen. En hij zegt, als we maar in hem geloven, als we hem vasthouden, heeft de dood geen macht meer op ons. En als we zeggen, maar dood, nee, maar die mens gaat dood, maar we gaan toch nog dood. Nee, maar die dood van ons heeft een andere betekenis. Is niet gewoon een normale dood. De dood van de christen is een afleg van dit lichaam, om dat levenslichaam te maken. Want dat is ons dood. Paulus goed lezen in 1 Korinthe 13. Dat heeft hij duidelijk gezegd. Zo met dit lichaam zoals u daar bent, ik hier ben, we kunnen nooit zo naar de hemel gaan. Kan. Elk menselijk lichaam is bezoedeld aan vlakken, zonder vlekken. Heeft u en heb ik. En daarom hebben we elkaar bij de doel.
iets verwekken op. Dit is ons allerwerk. Wanneer het gaat gebeuren, hoe het gaat gebeuren, weet ik ook niet. Maar dat het gaat gebeuren, dat staat vast. Wat wij moeten doen, is wat Salmist mij heeft gezegd. Heere God, wanneer ik het zo zie, dan moet ik aan mezelf denken. En daar komt dat woord bij in vers 12 van die psalm. Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart moeten hebben. Wat wil dit zeggen aan mij? Wat wil dit aan mij zeggen? U moet niet vergeten, deze Bershaar heeft de limiet behaald. En als je ziet dat hij ouder wordt dan 70, weet wat hij hier zegt, dat hij sterk. En hij was een sterk kandidaat. Schutterij, vlagduin, schutterij, en dan militaire politie, majoor. En majoor in die tijd, koloniaal, dat was geen makkelijk. Nu, je weet vandaag dat hij zo was sterk. In die tijd van de koloniale tijd moest je hard en wij kunnen ons voorstellen en dat zit je altijd in de hele van die haren. Die strijd komt niet door achteraf en door binnenachter, maar ze inzetten, totale, optimale inzetten. Want ze weten wat ze, als ze iets op zich genomen hebben, dan moeten ze met hart en zien. Vandaar dat hij niet wat dat betekent om een major te worden. Maar wij horen niet te worden gezegd. In de koloniale tijd van mijn broer worden we weg. Dat was een persoon uitzonderlijk. Als ik zeg van ons maken, hij is een taak verwaard. Zijn kinderen omgevoerd. Liefst nog iets aan de mensen in zijn dingen. Zonder weet wat ik groot respect voor hem. En die oran moet ons aan de persoon. Ik ben een Surinaar en een beetje. Maar alles is echt Allah. Alles Allah als op daar. Ik wil naar de hemel gaan, in de Holland, ik ga naar de hemel. Daar is mijn bestemming en niet Allah. Want ik zeg het u nog wel, u gaat van hier worden zo'n mensen. Ze worden ziek door. En als ze ziek zijn. En ik ga niet kunnen, want ik kan net hier. Hey, als ik niet op voor hier, ik ga naar Holland. Vliegen ze naar Holland. En voor het dag komt het gebeuren, alles is te vangen. Als je nog een keer bloemt, dat is nodig. Want ik mag ook nog een handen. Loyman, voor mij is Suriname en hij heeft ons geweest. Zijn roots, hij is terug. Daarom heb ik respect voor hem. Daarom heb ik eerbied voor hem. Deze lieve broeder Sjaak. Hij had het goed daar. Hij zegt maar, ik kom terug naar mijn roots. Naar mijn familie. Ik kom terug naar mijn geboorteland. Hij komt terug om te zien hoe hij daar gearbeid heeft, hoe hij zijn zweet heeft gegeven aan dit land. En hier wil hij begraven. Is zijn wens. En we danken broer God dat zijn zoon Ernest het begrepen heeft. Want ik weet wat hij voor wat hij in deze laatste tijd, deze laatste dagen, heeft meegemaakt voor Ernest. Ik heb nu meegemaakt. En daar, ik heb ook een wondering voor u. Zeg u, Marja en Corrie, alles gedaan om een waardige aan te bieden. U roem gaat u niet veel krijgen. Mijn gaat u zelf uitschakelen. En op alles voor het boven. Omdat u kan begrijpen wat de Vader voor u heeft bedenkt. Wij waarderen u bijzonder. En wij willen God zien. Maar voor ons allemaal en voor u ook, Milokum en voor mij, leer ons zo onze dagen tellen. Want papa, Sjaak is er niet meer. Ook ik zal eens van deze aarde verdwijnen. Maar hoe, mijn God, leer mij mijn dagen tellen. Want ik weet niet, te midden van mijn zonde kunt u mij roepen en dan is het voor mij afgelopen. Te midden van de wereld, oh God, wanneer ik helemaal niet meer aan u denk. Wanneer ik me druk maak met die zorgen van deze wereld. Maar laat mij vanaf vandaag mijn God, mijn hart aan u verpanden. Laat mij contact met u blijven onthouden. Laat mij dat die gemeenschap hebben met u. Zodat wanneer het moment komt dat ik geopgeroepen word, dat ik vrede mag hebben in mijn hart. Zoals Vader Sjaak, in alle rust naar huis deze gaan. Jezus is toegeroepen. Hij is thuis. Hij is uit zijn leven. Hij is uit zijn gebied. Hij leeft daar in het woord van gebied. Daar staan de engelen om te ontvangen, om samen met vele bossen voor te gaan, daarvoor de droom gaat worden, omdat de
leden van mijn dorp en allen die ik bekend heb. Ik zie ook oude agenten hier op weten of zo. En daar ben ik aan het aan. En dat is een groep van de goede mannen te ons. Mogen de Heer ons alle troosten met zijn één gang. Laat God ons die moed geven de laatste gang met hem te maken naar de laatste rustplaats. En als we terugkeren naar huis, laten we deze boodschap niet vergeten. Hij is ons voorgegaan, mijn God, ook ik zal voor wanneer ik. Hoe weet ik niet, maar dat die dag komen zal, dat staat beslist. Leer mij daarom, leer mij mijn God mijn dagen tellen, omdat ik een wijsheid moet komen. Dat betekent dat ik steeds met u in contact mag staan, zodat wanneer de blinder komt, ik tegen hem kan zeggen, ik behoor jongen, ik word opgestaan. Geef God dank en ons aanzien. Amen. We kunnen staan hier om u in het openbaar te beleiden hier op aarde. Die één voor u gekozen heeft, is een leven. We willen u danken, Vader, dat we u hebben gehad. We willen u danken, Vader, voor wat hij voor ons allen heeft betekend. Wij willen u danken voor zijn bijdrage aan dit land. Op zijn bescheiden wijze, maar op een richtige wijze over God. Hij is nu ter rust. Hij is gaan rusten van de arbeid. Wij danken u, Heer. En wij bidden u. Wij achterblijven. Help ons te bestaan, o Heer, dat het ons alle weg is. Ook ons eigen weg. Ook wij zullen deze weg vroeg of laat moeten worden. Laten we zoals de psalmist van u zegt, het met een wijsheid doen. Dat betekent u te kennen, de overwinnaar van dood en hel en duivel, zodat wanneer de dood op ons afkomt, wij tegen hem kunnen zeggen, gij, wij behoren jou niet toe. Wij hebben ons hart en ons leven aan de opgestane Heer gegeven. En gij hebt ons belofte gegeven, Heer. Wie in geloof zal leven, ook al is hij gestorven. Wij danken u daarvoor. We bidden u om de familie, de broers en de familie die nog achter zijn gebleven te troosten. En de kinderen, o Heer, sterk en allen in het weten dat gij nog dezelfde God zijt die alle mensen lief heeft. Dank u wel voor de vrede die gekomen zijn om afscheid van u te nemen. Zegen ons, vergeef ons al onze zonden, Heer, en voor zo ons gebed uw genade en uw Jezus wil. Amen.
Jezus, mijn verlosser, leef. Ik zal als hem leven. Ik zal als hij onsterfelijk wezen. Jezus, mijn verlosser, leef. Zal als hij onsterfelijk wezen. Zijn waar hij mijn heiland leeft. Zijn waar hij mijn heiland leeft. Waarom zou ik dan nog vrezen? Waarom zou ik dan nog vrezen? Het heerlijk hoofd is opgewekt. Heerlijk hoofd is opgewekt. Dat zijn leden tot zich trekt. Dat zijn leden tot zich trekt. Heere zij hem, die is de opstanding en het leven. Wie in hem gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. En in ieder die leeft en in hem gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Zalig zijn de doden die in de Heer sterven. Ja, zegt de Geest, opdat ze rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen hen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Onze Heer Jezus Christus, wees ons genadig. Met uw menselijke geboorte, uw zuchten en tranen, alle moeite van uw leven, uw zwakheid en smarten, alle bekommernis en angst van uw ziel, uw doodstrijd, uw banden, slagen en bespotting, uw gezeling en doornen kronen, uw smadelijke kruisiging, uw heilige wonden, uw dierbaar bloed, uw bittere dood, uw wederkomst tot uw gemeente of ons heenend gaan tot u, vertroost ons, o Heer en God. Met alle verdiensten van uw leven, lijden en sterven, zegen ons, o Heer en God, met uw rust in het graf. En God, wij arme zondaren, wil ons verhoren, o Heer en God. En daar het uwe hart heeft, onze broeder Sjaak Edli Haakmat, in de eeuwigheid op te roepen, zo bidden we u. Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Leer ons onze verkiezing vastmaken door genade. Bewaar ons met de gemeente der reeds volmaakte rechtvaardigen in eeuwige gemeenschap. En laat ons eens bij u te samen rusten van onze arbeid. Verhoor ons, o Heer en God. Ik nodig u uit om met een ontzame rondom het graf het onze vader te doen. Onmogelijk, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. En u dragen wij het lichaam dat gezaaid wordt in verderfelijkheid op, in de hand van zijn schepper. Opdat hij het ter zijner tijd opwekken in onvergankelijkheid. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geef u vrede. In Jezus naam. Amen. Is er iemand in de familie die het woord wil voeren dat u nu gelegen heeft? Dan ben ik genoodzaakt namens de familie. In het bijzonder zij hier in Nederland vertoeven, de moeder, de weduwe en de 8 overige kinderen en de 2 die hier in Suriname zijn en de overige familie, zeggen wij u allen hartelijk dank voor de betoonde belangstelling bij het ter grave brengen van onze broer, vader, oom en grootoom. Ik dank u heel hartelijk voor uw betoonde belangstelling. En nu terwijl we de laatste bloemengroet brengen, Lobbywang, zingen wij Amen, ja, halleluja, wees ook geloof in eeuwigheid. Amen, ja, halleluja, wees ook geloof in de zes plaats. Welk een troost is dat voor het hart, welk een troost is dat voor bij des levens moeite en smart,
bij des levens moedens, dat wij eens volmaakt en rein, dat wij eens eeuwig bij u zullen zijn. Eeuwig bij u zullen zijn. Amen. Dat is een grote.